Het veroorzaken van een enorme kijkcijferdip in de programmering van een tv-zender is de nachtmerrie van elke BN'er. Het is immers nogal evident wat er aan de hand is als zowel het programma voor je als het programma na je veel meer kijkers trekt. Dan heeft de kijker echt helemaal geen zin meer in je. Helaas gebeurt dat nu ook bij Paul de Leeuw. Paul heeft het voordeel dat hij zeer warme banden onderhoudt met Frans Klein, de grote baas van de publieke omroep, maar in the end zijn kijkcijfers toch leidend. Het eerste seizoen van zijn tv-show Busje Komt Zo deed het redelijk met gemiddeld een dikke 800.000 kijkers, maar het tweede seizoen is begonnen met dramacijfers. De tweede Busje Komt Zo-serie is vorige week woensdag van start gegaan met 510.000 kijkers, 12% marktaandeel, op NPO1, terwijl Tussen Kunst en Kitsch direct ervoor 1,4 miljoen kijkers, 33%, scoorde. Daarmee kwam het percentage wegzeppers uit op een pijnlijke 64%. Maakt Paul dat nu goed met de tweede aflevering? Nee. Eigenlijk zou de tweede aflevering van Busje Komt Zo deze week gewoon weer op de woensdag na Tussen Kunst en Kitsch te zien zijn, maar NPO1 vreesde vanwege de voetbalfinale met Feyenoord een enorme kijkcijfervernedering voor Paul. Er werd een of andere natuurfilm uitgezonden, en Busje Komt Zo werd verplaatst naar gisteren. De tweede Busje Komt Zo trok gisteren om 10 uur slechts 500.000 kijkers, 14%. Het programma ervoor, Tweedehands, scoorde 1,2 miljoen kijkers, 27%. Ditmaal zorgt Paul dus voor 58% wegzeppers. Op 1, dat vanwege Paul een uur later begon dan normaal, lokte veel kijkers weer terug naar NPO 1. Daar keken 677.000 mensen, 26%, naar. Allemaal ontzettend pijnlijk, vindt tv-kenner Tina Nijkamp. Helaas heeft het nieuwe uitzendtijdstip geen nieuwe kijkers opgeleverd. Opvallende move van de NPO. Kan me niet herinneren dat ze eerder een programma op het laatste moment vanwege een voetbalfinale hebben verplaatst, schrijft ze op Instagram. Het is niet uit te sluiten dat Paul zijn goede maat Frans op het laatste moment om een vriendendienst heeft gevraagd. Geen enkele presentator heeft immers zin in een kijkcijfernederlaag tegenover het voetbal. Dat hij ondanks die verschuiving alsnog belabberd scoort, zal voor Paul erg naar zijn. Volgende week staat hij gewoon weer op de woensdag. Bed & Breakfast was gisteren de grote winnaar op prime time met 1,4 miljoen kijkers, 31%, op NPO 1, gevolgd door RTL 4's De Verraders met 1,2 miljoen kijkers, 26%. Verder waren Tweedehands, Vandaag een site, 768.000 en 19% en Bo, 638.000 en 16% het meest in trek. Voorafgaand aan VI wist Richard Groenendijk slechts 302.000 kijkers, 7%, te bekoren met Think Inside the Box. Het interview van Marielle Tweebeke met de Oekraïense president Zelensky trok 494.000 kijkers, 12%, naar Nieuwsuur.